Daily. Live streams. Alchemate. Seek legends. No man. Yo, kijkers van Sick Legends. Vandaag gaan we verder met Far Cry 3, de missies. En in de vorige keer hebben we gezien hoe we eigenlijk bijna zijn ontsnapt uit het kamp. En we gaan nu door het laatste gedeelte heen, dus dat hebben we nog niet gedaan. Ja, en dat was het eigenlijk. In de vorige aflevering hebben we al best veel likes. Heb je die nog niet gezien, wil je dan even teruggaan. Tenminste, dan weet je het hele verhaal. Dat zou op zich wel leuk zijn. En ik hoorde van Mitch dat ik op sommige stukken een beetje stil ben. Maar dat komt omdat er dus andere mensen aan het praten zijn. En dan, what the fuck? Dan moet ik dus op dat moment, drukken, spatiebak. Wacht even, ik moet even medische dingers verlenen. Nou, ga maar dood. Ga maar dood. Dood. Oh, oké, ik heb 30 seconden, dan moet ik wegkomen. Ren. Oh my god, spannend stukje. Even wat drinken ondertussen. The fuck, bij alle shooters ben je iemand uitgeput en hier nooit. Awesome. Oh, nee. Terug. Oh, kut. Niet glijden. Stuur. Oh, fuck. Controlepunt bereikt. Nice. Nee, ja, huh? Als je wordt achtervolgd, ik zou me wat harder zeggen. Oh mijn god, ik hoor een beer. Oh my god, een beer. Benno. Hop. Oké, klim omhoog via de klimplant. Spatie was dat. Oh mijn god, gewoon een helikopter voor één persoon. Die misschien 1000 euro waard is ofzo. Oh, ik werd er toch even lekker. Ga door de jungle. Heb ik gedaan nu, dus. C-circuit. Snel. Alakbar, dood jij. Stampen. Jongen, mijn duim gaat op en neer, jongen. Of niet? Krak. Mogol. Oh gast, dit gaat fout. Ja hoor. Even kijken, ik ben nu al dood. Maar in ieder geval, we zijn dus nu ontsnapt. En we hebben nu eigenlijk wat vooraf ging aan de free play in de map derp gedoe met alle missies. Dus dat hebben we nu gedaan. Dus nu kunnen we beginnen met het eigenlijk het echte spelen. En het nice gameplays. En het lachen van het spel. Want op zich was dit nog het saaie stuk hoor. Even een slokje drinken. Far Cry 3. Komt er trouwens een nieuwe Far Cry uit? Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij wel toch? Nu gaat hij even laden. Maar in de vorige aflevering had ik dus van Mitch te horen gekregen dat ik best wel eentonig praat en zo. Ja, maar dat is met opnames zo. Vooral van deze saaie stukken. Omdat heel veel mensen praten en je moet goed luisteren, anders snap je het verhaal niet. Daar kan ik niet zoveel praten. Zoals nu komt er straks een stuk waardoor ik nu niet meer kan praten. Dus vandaar dat ik stil word gekapt. What the hell?
you are weak. Just wait. Not all of you, the armor's been deadened to allow for the town. Oké, ik krijg nu zo'n tatoeage van jou. Ja, dat is dom dus, want als ik jou dood maak, dan kan je mij niet meer dood maken. Dus heeft geen zin. Mooi mesje. Jongen, ik ben gewoon Rambo alles. Ik ben warrior. Sakken. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. So you'll help. No, you can only help yourself. Gast, wat ben jij? Jij bent echt een dubbelzinnig ding. I will help you. So you will help me. Nee, je kan alleen jezelf helpen. Dit is fucking tegenstrijdig. Dat klopt niet. Ik vind het nu al een kutspel. I found you on the beach. Welcome to Omanaki Village. Ja, mooi. Maar mensen, ik denk dat ik hierbij deze aflevering ga afsluiten. In de volgende aflevering wordt het echt dope. Serieus, dan wordt het dope. Dan kan ik zelf bepalen namelijk wat ik ga doen en zo. En dan wordt het echt fucking dope. Dus kijk vooral aflevering 3 als je aflevering 2 ook nice vindt. Aflevering die wordt fucking vet. En ja, tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren op Sick Legend. Voor deze video niet zo leuk. Ga dan niet gewoon disliken of zo of de video wegklikken. Maar schrijf in de reacties wat je niet leuk vond. Want dat is ook iets voor mij dat ik mezelf kan aanpassen en kan verbeteren. Want ik ben niet de beste commentary maken, dat wil ik zelf ook. Dus daar wil ik vast van leren. Mensen, bedankt voor het kijken.